In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het tweede kroonjaar is 160 jaar afschaffingsslavernij op 1 juli aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze tweede editie vertellen wij u over enkele markante Afro-Surinamers. Het verslag is van Rosita Leeflang. De namenlijst is niet uitputtend wanneer we aan Hans Breveld vragen ons op weg te helpen. Op zijn lijst komen wij namen tegen als Jan Ernst Matseliger, de wereldbekende uitvinder van de schoen, geboren in 1852. Medicus Paul Christian Vlu. Slaafgeneesheer Adolf Frederik Gravenberg. En bomen- en plantenkenner Frits van Troon. Bij de vrouwen noemt Breveld de namen van Esseline Juliette Polanen, vooraanstaande apotheker, opticien en zakenvrouw. En Heloïse Nesta Rozenblad, de eerste vrouwelijke procureur-generaal. We besluiten ook langs te lopen bij de organisatie NACS, die al sinds 2017 de markante Surinamers bundelt op een iconenkalender, en gaan in gesprek met voorzitter Sigmund Staphorst, die net als Breveld ook de medicus Datra Sophie Redmond op de lijst heeft staan. En ze viel op vooral vanwege de manier waarop ze haar kennis verspreidde onder de bevolking. Kennis over ziekten en ook vanwege haar sociale bewogenheid. Want ze zorgde ervoor dat arme mensen altijd de medicijnen kregen die ze nodig hadden. En bekend van haar waren ook toneelstukken. En ze heeft een aantal toneelstukken geschreven, ook rondom voorlichting geven over een ingewikkelde ziekte en volksziekten. En dat heeft haar gemaakt tot een grote persoonlijkheid. Terug naar de mannen kiest Staphorst voor Gramang Matoja Gasong, die niet alleen in Suriname, maar ook internationaal bekendheid genoot. En dat komt omdat hij de Gramang was die ervoor zorgde dat de traditionele cultuur van de Marons werd uitgedragen. Hij zat vooral op het traditionele bestuur, dat gerespecteerd werd door het bestuur van Paramaribo. En hij heeft verder als Gramang ervoor gezorgd dat er vrouwelijke kapiteins werden benoemd. En dat is ook, is ook heel erg nieuw binnen de Maron-stammen. En hij heeft ook delegaties geleid naar het buitenland. En hij heeft vele belangrijke meetings gehouden met alle andere leiders van andere Maron-stammen. En vandaar dat wij zeggen, hij is echt een markante persoon. En hij werd vooral geprezen om zijn diplomatische manier van zaken naar voren brengen. Gramang Matoja Gasong stond bekend om het gebruik van de odo. Een van de odo. Tumang kapasi netan in wangolo na in tuolo detang. Op de lijst met markante personen staat bij Staphorst ook de naam van cultureel icoon Aminata Kairo, die zich ontzettend heeft ingezet voor de Afro-culturele dans. Soms praat je algemeen over de cultuur, maar de dans raak je heel vaak kwijt. En zij zegt, de dans is heel erg belangrijk bij de Afro-Surinamers, omdat die dans ook een bijdrage levert aan het oplossen van een heleboel problemen waarmee mensen zitten. Ook vooral mentale gezondheidsproblemen. En de dans kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren. En daar heeft ze dus een proefschrift over geschreven. Heel erg belangrijk. Tweede reden waarom we haar als icoon waarderen, is het feit dat zij onderzoek heeft gedaan naar Surinaamse dansstijlen. En dat ze jongeren erbij betrokken heeft. En dat ze ook mee geholpen heeft om een jongere afdeling bij NACS op te zetten. Die heet NACS Wanwutu. Er is nog een markante persoon waar Breveld en Staphorst het erover eens zijn. Eduard Eddy Bruma. De schrijver, advocaat, dichter en politicus die met zijn beweging, Wie Egisani, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse identiteit.
Eigenlijk is dat gelanceerd in zijn periode en door hem. En we mogen daarom trots zijn op hem. Omdat daarvoor dacht men altijd dat we moesten kijken richting Nederland voor wat betreft de taal, voor wat betreft de culturele uitingen, voor wat betreft onderwijs. En hij heeft geïntroduceerd dat je trots moet zijn op het eigene. Dat je moet alle moeite moet doen om het eigene te onderzoeken en dat je het moet presenteren. En hij heeft zelf een bijdrage geleverd door veel te doen met de taal en het Sranantongo. En daar borduren we op voort nu. Bruma stond ook bekend om het schrijven van toneelstukken, waaronder Bonidoro, waardoor Suriname de held Boni ontdekte. Wiegisani ging niet alleen om het culturele, maar vooral ook om het onafhankelijk zijn. En daarom zal deze leus nog decennia lang blijven naklinken.